leuk gisteren? Ja. Ja, gewonnen? Ja, ik heb me echt geamuseerd. Ja, dat gewoon nog. Ja. Filip, kun je het accent thuis brengen van Senne? Zeg nog eens iets. Nee. Ja, dag Filip. Dag Filip. En heb je soms lastige vragen van de kindjes? Eigenlijk moet ik niet meer de vraag stellen, zijn er nog vragen? Omdat je letterlijk komen alle dezelfde vragen terug of zo. En wat vragen ze dan? Ja, zo standaard. Zeker zo dan de jongeren van... ja, en nu, wat heb je dan wel of niet in je broek? En dan denk ik zo, ja, oké. Okay, ah, ja, okay. Wat je zo wil weten. Ik zeg altijd van, ja, ik vraag toch ook niet aan Erik, die ik 5 minuten ken, van ja, hoe lang is die? Of van Ella, van ja, wat is je cupmaat? Dus waarom zo mensen dan vragen wat er in mijn broek zit? Ik vond het wel... Ik heb dan aan de straks wel aan Ella gevraagd. Ja. Maar dat roos, is dat niet een beetje de kleur van Megamin? Is dat geen roos? Ja, het deed me een beetje aan denken. Ah, okay. Ja. Ja. Maar zij draagt dat pakje nooit thuis, neem ik aan. Erik, jij vraagt toch ook niet hoe groot dat is? Het is wel grappig om jullie zo te zien zitten. Ja. Ja, dus en normaal hebben ze zo lichamelijk ook en zo. Ja. Dat is een beetje aan mijn tand, toch? Ja. Maar ja, toch leuk, hè? Zeker, zeker. Ja. Stond hem goed, Plexi. Ik vind het jammer dat er hier zo. Oh, is. Oh. Het is niet stevig. Ik kan dat bevestigen. Wat hebben jullie zo gedaan tijdens de corona? Leuk geweest? Hey, jongens. Dat was lastig, want ik kon niet gaan optreden. Hè? Ah nee, ja, dat is wel triestig. Ja. Ik ben dan even vertegenwoordiger geweest. In wat? Witte sportsokken. Er is een heel campagne met BV's en zo. Dus, Goed, we kunnen hier afronden. Denk ik. Ja, ja. Ja, nee? Ja. En niet ziek geweest, geen van beiden? Niet ziek geweest? Nee. Ik heb wel last gehad, ja. Hoe het last gehad, echt? Ja, zo koorts, hoesten, ja? Smaakverlies, ja, zo die dingen, ja. Ben je getest dan? Of... Ik ben getest. Ik heb mijn uitslag morgen, dus we gaan... Welke wereldhit van Elton John beeldt ze zo op deze foto's uit? I'm Still Standing? Nee, dat beeldt ze niet uit. Je bent ze niet op de grond. Nee. Ben jij vaak dronken, Miguel? Ja. Oh ja. Heel goed. Ja. Ja, echt, hè? Ik durf wel alles een goede trappies te drinken en zo. En dat is dan zo 1 keer per week of 1 keer... Meestal als agent speelt, ah, ja, okay. Met zo'n kameraden naar de voetbal en zo. Ja. En als ik zelf nog een keer ga shotten of ik padel ook vaak. Dus ja, dan moet je altijd elke dag. Dus elke dag, ja. Dat is mooi tot 's avonds. Ja. En dan terwijl... Oh ja. Ik zit zo zat, ik zit zo zat. Oh ja, ja, ja. Wie heeft in album 131 van Kiekeboe samen met Alex Agnew een bedrijf dat meubels opkoopt? Ella. Is het Philippe Geubels? Ja, Philippe Geubels. Geubels meubels. Echt? Ja? Oh, gewist dat? Ik heb dat nog nooit gezien. Ik lijk daarna toch in de vuist. Nee, totaal niet. Op. Je lijkt op een oud Chinees wijsheer. Ja. Ja, zo. Hij wil in jouw acupunctuur. En die heet, weet je dat hem heet in de, bij Kiekeboe? Het is niet moeilijk. Hij heet gewoon Philip Meubels. Philip Meubels. Hebben jullie ervaring met drugs? Ja, een joint. Een joint, wat? Maar ik werd daar zo helemaal... Ik durf het niet zeggen. Ja, zeg maar. Loom van, hè, ja. Oeh, nog lomer dan dat je nu al zei. Voilà. Dus dan begon jij achteruit te spreken, eigenlijk. Yes, 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 yes. Oh, ik hoor het niet. Nee, hebben jullie al eens geld moeten verstoppen? Tuurlijk, ik ben getrouwd. Is jullie wel eens overkomen dat je verward werd met iemand anders? Ik stond in de Panos, ik zal het kort houden. En naast mij stond een gast die had al tegen de middag veel gedronken, maar in Lier mag dat. Hè. Ja. En die zei tegen mij: zeg je, mag ik iets vragen? Zeg jij Wim Soetaar? En ik zeg: nee, ik ben niet Wim Soetaar. Zeg jij dan Miguel Wiels? Ik zeg: nee, ik ben niet Miguel Wiels. Zeg jij dan misschien een broer van Miguel Wiels? Ik zeg: nee, ik ben niet een broer van Miguel Wiels. Er jij een broer? Ik zeg: ja, ik wist het. Niemand last van mieren hier? Nee. Daar zat ik op te wachten. Die nutteloze vragen. Je last van mieren?
Maar wanneer heb je de last van mee? Ja, als je een tuin hebt. Ja, maar ja, je moet toch niet in de natuur gaan zitten. Wat is dat? Ja, Ella, jij hebt dus iets gevaarlijks meegemaakt in de keuken? Ik verbrand mij wel geregeld. Ah, ja. Ja, en ik heb echt zo'n littekens van, ja, van zo'n potje open doen en dan stoom dat ontsnapt. En, ah, ja. Ah, ja. Ja. Je hebt ook blauwe plekken op je benen. Ja. Ja. Ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Nee. Dat is niet van in de keuken. Dat... Ja. Heb je ook een broodrooster in de keuken? Nee, maar wel veel mieren. Hoeveel gouden platen heb je thuis hangen? 50, denk ik. Oh, 50 gouden platen? Ja, maar hé, mijn dochter, die is 6, die heeft een K3-periode gehad. Ja. Ik heb die toen ook op corona laten testen. Ik dacht, zeg je een smaak niet meer. Maar, echt waar, ik breng die naar school en dan staat die K3 op. Ja. En dan heb ik die afgezet en een kwartier later, ik ben nog aan het rijden, een kwartier later besef ik pas dat ik zelf nog altijd naar K3 aan het luisteren ben. Dat is echt. Ik kan al die teksten meezingen. Is het echt? Echt wat? Ja. Ja. Dat zou wel heel goed zijn. Moest jij zo een coverplaat maken van K3 met allemaal zo... En ja, en ja, en ja, en ja, Heb je wel eens een misdaad gepleegd? Ja, nee, ik denk niet. Ik denk behalve misschien af en toe eens te snel rijden met mijn wagen. Ah, ja, okay. Ja, dat zou ik wel eens doen. Ja, dat is een misdaad. Maar is dat een misdaad? Ja. Maar hij doet dat alleen uit hem gedroomd. Ooit al gekampeerd. Ja, ik ben eens van kamperen. Ja. Huh? Ja. Ja, ben eens gaan kamperen. Ja. Echt? Ja, maar ja, na 2 uur zijn we dan op hotel gegaan. Nee. Ja, het ging niet. Nee, ik kreeg de tent niet echt. Een probleem dat hij wel vaak heeft.